Ik ben Roosje van Veen en ik ga jullie meenemen in de nieuwe editie van Nieuw Nederlands. Dat is de 7e editie alweer. Ik ga deze onderwerpen behandelen, zodat je een beetje weet wat er aankomt. Wat wordt het arrangement? Wat worden de belangrijkste vernieuwingen? En dan sta ik stil bij een aantal verschillende cursussen. Ik stip even aan wat er online straks allemaal te vinden is, wat voor toetsen er zijn. En niet onbelangrijk wat het betekent voor jullie schoolstart straks. Goed. Nieuw Nederlands 7e editie krijgt een nieuw arrangement. Wat we gaan doen is we gaan Nieuw Nederlands en Nieuw Nederlands literatuur samenvoegen tot één methode. Dat is een heel belangrijke wens van onze gebruikers. Dus daar hebben we gekeken naar, wat kunnen we dan doen om ervoor te zorgen dat wij zowel Nieuw Nederlands als Nederlands literatuur in één boek kunnen krijgen. Zoals jullie weten hebben we nu meerjarendelen, dus een 4-5 HAVO-deel en een 4-5-6 VWO-deel. Nou, als we die zouden samenvoegen met de literatuurmethode, zou je ontzettende dikke combinatiedelen krijgen van wel meer dan 600 pagina's. Nou, de enige oplossing die wij dan zien is om jaardelen aan te gaan bieden. Dus een los 4 HAVO-boek en een los 5 HAVO-boek. Nou weten we dat heel veel van jullie het juist heel fijn vinden dat alles in één zit, omdat je dan geen gedoe hebt met je PTA. Dus we hebben heel erg goed gekeken naar welke onderdelen we in welk leerjaar moeten stoppen. En die onderdelen waarvan we weten dat verschillende scholen daar verschillend mee omgaan. Bijvoorbeeld het leerjaar waarin je debatten behandelt. Dat kan sommige scholen doen dat in 4 VWO, sommige in 5 VWO. Hebben we ervoor gezorgd dat die in beide boeken terugkomen. Maar als je het in 4 VWO doet, natuurlijk op het niveau van 4 VWO en het debat in 5 VWO, wordt van verwacht dat leerlingen dat op het niveau van 5 VWO doen. Een andere belangrijke wens van onze gebruikers is dat ze graag meer oefenmateriaal zouden willen zien rondom leesvaardigheid. Dus we hebben het ook aangegrepen, als we dan toch dingen gaan combineren en jaardelen gaan maken, kunnen we meteen wat meer pagina's wijden aan extra leesteksten. Nou, dat leidt dan eigenlijk tot het volgende arrangement. Dus er zijn jaardelen, inclusief literatuur. En dat verschijnt deze zomer. Dus vanaf deze zomer kunnen leerlingen werken met het 4 HAVO-deel en het 4 VWO-deel. Volgend jaar verschijnen dan de delen 5 en het jaar daarop verschijnen de delen 6. Die nieuwe editie is in de flex range van Noordhof. Dat betekent dat je het boek en online standaard krijgt. Dus je krijgt standaard je online licentie erbij. En die boeken die worden eigendom van de leerling. Ze hebben online toegang tot de hele bovenbouw. Dus op het moment dat de delen 5 verschijnen, kunnen alle leerlingen bij zowel het materiaal van de delen 4 als de delen 5. En je gaat altijd over naar de nieuwste uitgave van Nieuw Nederlands. Dus op het moment dat er een examenwijziging aankomt, waarvan we allemaal hopen dat die gaat komen natuurlijk, zullen we dat in Nieuw Nederlands ook meteen kunnen aanpassen en krijgen jullie automatisch de nieuwste versie met de nieuwste examenwijzigingen. Nou, als je nu met de 6e editie werkt, dan betekent dat eigenlijk het volgende voor jullie. Als je leerling nu met de 6e editie werkt, dus bijvoorbeeld in 4 HAVO, blijft die leerling met die 6e editie werken. Dus die stroomt volgend jaar door naar 5 HAVO en die neemt gewoon zijn boek mee. Als je een nieuwe leerling hebt, die net nieuw binnenkomt in leerjaar 4, dan krijg je de 7e editie. Dus voor dit schooljaar, leerlingen die deze zomer starten in 4 HAVO en 4 VWO ontvangen dus deel 7. Leerlingen die deze zomer doorstromen naar een hoger niveau in HV-bovenbouw, werken verder met de 6e editie. En die 6e editie die blijft voor deze leerlingen wel beschikbaar. Dus mocht de leerling het boek kwijtraken of zoiets, dan kun je alsnog in kleine aantallen dat boek bestellen.
Nou, ik vertelde net al iets over de vraag naar meer teksten. We hebben voor Nieuw Nederlands een aantal speerpunten bedacht, waarvan wij vinden dat we daar meer aandacht aan zouden moeten besteden. En dat zijn vakinhoud, lezen en samenhang. En lezen is daarvan een hele belangrijke. We zien natuurlijk allemaal de nieuwsberichten waarin de PISA-scores steeds worden aangehaald. En we hebben ook heel goed gekeken naar ons eigen materiaal en wat zouden we dan kunnen veranderen of kunnen verbeteren aan onze didactiek. En wat we hebben gedaan is dat we hebben gekozen voor in ieder geval meer aandacht voor lezen. En de teksten die we gebruiken zijn zogenaamde rijke teksten. Daarmee bedoelen we onbewerkte teksten van goed niveau. En heel veel verschillende soorten teksten. Dus niet alleen maar je krantenartikel, maar ook bijvoorbeeld een forumreactie of een blog. Als het dan gaat over hoe worden die teksten dan vervolgens gebruikt, dan zetten we veel meer in op de tekst als bron. Daarmee bedoelen we dat je om het antwoord te kunnen geven op de vragen, je eigenlijk die hele tekst wel gelezen moet hebben. En niet dat je aan de hand van de vragen de teksten doorloopt. Dus dat je weet, vraag 1 gaat altijd over de titel van de tekst. Vraag 2 bijvoorbeeld altijd over het verband tussen alinea 1 en 2. En dat je eigenlijk maar heel lokaal hoeft te lezen om antwoord te geven op de vragen. En op het moment dat je de tekst meer als een bron beschouwt, kun je daar veel meer reflectieachtige vragen over stellen. Veel meer evalueren, leerlingen meer laten oefenen met bijvoorbeeld samenvatten of teksten met elkaar vergelijken. En wat we ook hebben gedaan is, we hebben woordenschat geïntegreerd. Dus op het moment dat je bij leesvaardigheid bezig bent, dan kun je dus woordenschatopdrachten tegenkomen. Omdat we weten dat leerlingen hun woordenschat eigenlijk alleen maar vergroten als ze die in de context zien. De nieuwe woorden in de context zien. Nou, los van lezen hebben we ook aandacht voor vakinhoud. Want we weten dat Nederlands natuurlijk wel meer is dan alleen maar goed tekstbegrip en goede teksten kunnen schrijven. Literatuur is nu een belangrijke plek, maar ook taalbeschouwing voor de taalkundigen onder ons is dat heel erg leuk. We hebben veel aandacht voor samenhang. Dus we willen eigenlijk voor zorgen dat kennis en inzicht van leerlingen versterkt wordt. En dat doen we door vaardigheden duidelijker met elkaar te verbinden. Dat doen we door verschillende bronnen, dus verschillende soorten teksten, met elkaar te verbinden rondom één thema. En door de link van receptief naar productief te maken. Dus van eerst zelf ervaren, bijvoorbeeld door teksten te lezen. Wat is het publiek van de tekst bij een leesopdracht? Maar dat vervolgens zelf in een productieve schrijfopdracht ook met het publiek van de tekst bezig te zijn. Nou, hoe ziet die methode dan uit? Aan de linkerkant zie je de hoofdstukken, of de cursussen eigenlijk, in het boek. En dan zie je, we hebben meer dan lezen, dat zal ik straks verder toelichten. Argumenteren, dossiers komen straks ook nog een keer los langs. Taalkwesties vanwege de vakinhoud. Formuleren komt jullie bekend voor. Literatuur, spelling en woordenschat. Spelling en woordenschat zijn online cursussen. We hebben nog een extra cursus toegevoegd die op dit moment nog niet in de proefkartijn staat. En dat is oefenen met schrijven, spreken en documenteren. Dat is een online cursus waar we echt weer teruggrijpen naar de basis van schrijven en spreekvaardigheid. Dus eigenlijk een beetje herhaling van de onderbouw, maar voor sommige leerlingen is dat nog wel heel erg fijn in de bovenbouw. Nou, dan eindigen we met handig en dat is eigenlijk een naslag. Nou, zoals jullie waarschijnlijk wel verwachten, in 5 HAVO en 6 VWO zullen we nog een extra cursus opnemen, het examen. En 4 HAVO bevat nog een extra online cursus, namelijk de brug, die heel erg bedoeld is voor overstappers van 4 GT naar 4 HAVO. Nou, die online cursussen, die zullen straks ook printbaar zijn als PDF. Dus als je denkt van, goh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om spelling online met mijn leerling te doen, dat hoeft niet per se. Je kunt die leerlingen ook
de PDF laten printen en dan kun je daar de opdrachten maken. Dan ga ik nu een aantal cursussen wat uitgebreider bespreken. Om te beginnen met meer dan lezen. Dat is dan eigenlijk lezen met een nieuwe insteek. Het is wel herkenbaar in Nieuw-Nederlands lezen, maar de opdrachten zijn wel op sommige punten wat aangepast. Dus de vragen die bij de teksten staan, die zijn wat meer richting kritisch denken. En die zullen ook vaker van leerlingen verwachten dat ze verschillende soorten teksten met elkaar vergelijken. Wat leerlingen ook tegen zullen komen zijn woordenschatopdrachtjes. En ook een aantal wat korte schrijfopdrachten. Dan heb ik een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld hier. Hier zie je aan de linkerkant twee teksten. De tekst van Wageningen uitgeroepen tot beste studentenkamerstad. Dus een artikel. Maar online kunnen mensen natuurlijk reageren op nieuwsberichten. En die hebben we ook geplaatst. Nou, en de vraag aan de leerlingen is natuurlijk, hoe verhouden die zich tot elkaar? Daar kun je natuurlijk hele leuke, goede gesprekken over hebben met je leerlingen. Rechts zie je een stukje over Hommels. Dat is een hele informatieve tekst. Dat is een tekst die je leerlingen tegen kunnen komen in een biologieboek bijvoorbeeld. En rechtsonder zie je ook infographics. Dat is ook een tekstsoort die we opnemen. Hier zie je voorbeeldjes van een woordenschatopdracht. Die woordenschatopdrachten zijn altijd te herkennen aan zo'n weetje, zo'n symbooltje bij het opdrachtnummer. En je ziet hier ook twee schrijfopdrachtjes. Dus die opdracht 10, waar je een reactie op een forumtekstje moet schrijven. Of opdracht 4, waarin je zelf een interview kunt uitwerken. Dan de dossiers. Dossiers zijn helemaal nieuw. En die dossiers bevatten meerdere bronnen over één onderwerp. Een dossier is zo'n 14 tot 18 pagina's. Die leerlingen krijgen allerlei tekstbronnen te zien. Ook kijk- en luisterfragmenten overigens. Die nemen ze door. Er zijn opdrachten bij. Daarbij is het insteek iets anders dan bij meer dan lezen. Meer dan lezen heeft ook echt wel de insteek om dingen als middenstuk en slot bijvoorbeeld te behandelen. Maar hier gaat het echt om de inhoud van deze bronnen. Als je al die bronnen hebt doorlopen, dan krijg je een grote eindopdracht. Dat is een schrijfopdracht of een spreekopdracht. Die kun je dan als leerling alleen of soms in groepjes maken. En zo'n eindopdracht moet je denken aan een debat, aan een presentatie, het schrijven van een beschouwing of een betoog. Soms ook bijvoorbeeld een leeskring of het maken van een gedicht. Die eindopdrachten tussen die jaardelen die overlappen dus. Bijvoorbeeld het debat, die komt dan in elk jaardeel voor. Hier zie je een aantal screenshotjes uit de methode. En linksbovenin zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van de vier eindopdrachten die bij een dossier horen. Dus in dit dossier verhaalfragment, een leeskring, een interview of een uiteenzetting. Je ziet linksonder een voorbeeldje van een opdracht die daar dan bij hoort, in dit geval het debat. Daar zitten natuurlijk ook gewone de theorieblokken bij die je zou verwachten. Dus in principe zouden leerlingen hier heel goed mee aan de slag kunnen. En rechtsbovenin zie je ook een literatuurfragment. Literatuur is natuurlijk niet alleen maar beperkt tot een tekst die hierbij het onderdeel literatuur zou kunnen plaatsen, maar ook eigenlijk heel interessant om in combinatie met een nieuwsbericht bijvoorbeeld te lezen. Dat is wat in het dossiers ook gebeurt. Het eind van elk dossier is er altijd een evaluatiemoment waarin leerlingen kunnen kijken naar hoe ze het de volgende keer beter zouden kunnen doen. Niet alleen maar puur gericht op de eindopdracht, maar ook in het proces naar die eindopdracht toe. En als ze bijvoorbeeld in een groepje hebben samengewerkt, hoe ging dat nou eigenlijk? En welke onderdelen of wat zouden we de volgende keer anders doen? Een
Ook een hele nieuwe cursus is de taalkwesties. In die taalkwesties, dat zijn eigenlijk relatief korte paragrafen, staat altijd een taalvraag centraal. Zoals, bedrijfstaat al het Nederlands, kun je met taalmisdaden oplossen? Of waarom is taal soms irritant? En hier zie je een plaatje voorbeeld, hè? Hoe noem je een vrouw op de werkvloer? En aan het eind van elk paragraaf is er de mogelijkheid om een leuke onderzoeksopdracht te doen. En in dit geval, die je hier nu in beeld ziet, dan moeten de leerlingen een inclusieve vacaturetekst schrijven. En deze paragrafen, deze onderwerpen zijn heel erg geschikt om vervolgens leerlingen mee te geven als ze een profielwerkstuk willen maken voor het vak Nederlands. Dan literatuur. Als je nu al nieuw Nederlands literatuur gebruikt, een methode, dan zul je best wel veel van die van literatuur herkennen. Het is door dezelfde auteurs geschreven. En wat eigenlijk heel kenmerkend is, is dat de fragmenten bij de cursus literatuur vrij lang zijn. Dus leerlingen kunnen echt in een tekst komen. En die fragmenten zijn ook echt heel bewust gekozen met de leerling in het achterhoofd. Dus we zijn echt gekozen op de teksten waarvan we weten dat leerlingen die heel erg leuk vinden om te behandelen. En die dus ook echt aansluiten bij de belevingswereld. Een groot verschil met de huidige Nieuw-Nederlands literatuurmethode is dat de theorie niet langs de kantlijst staat, maar gewoon in theorieblokjes. Zoals bij Nieuw-Nederlands ook gewoon is. De cursus literatuur bestaat uit verschillende paragrafen. In de eerste twee paragrafen zijn praten over proza en praten over poëzie. En die kun je gebruiken om leerlingen het begrippenkader aan te leren. Het is eigenlijk een soort toolbox om te kunnen praten over wat je gelezen hebt. En de fragmenten in deze paragrafen zijn altijd op basis van moderne literatuur. Dan de overige paragrafen zijn allemaal gebaseerd op de historische literatuur. En die paragrafen bevatten informatie en fragmenten over die periode. En die periode is chronologisch ingedeeld. In de delen 4 zul je dus niet alle tijdvakken doorlopen, maar de eerste 3 of 4, afhankelijk van of je HAVO of VWO doet. En we hebben een extra periode toegevoegd, dus nu ook een periode na 1945. Wat heel erg leuk is aan de historische literatuur, is dat we aan het einde van elke paragraaf een zogenaamde echo-fragment hebben opgenomen, waarbij leerlingen een moderner werk moeten vergelijken met de literatuur uit die specifieke periode. En elke paragraaf eindigt dan met leestips. Alle fragmenten hebben allemaal een leeswoordenlijstniveau. En die kun je dan ook altijd zien. Helemaal onderaan staat het leeswoordenlijstniveau genoemd. En als je graag met leeswoordenlijst werkt, hebben we online ook een leeswoordenlijst. Eigenlijk een soort leesdossier. Die leerlingen helemaal kunnen doorlopen. En zo leren leerlingen steeds boeken op een net ietsje hoger niveau te kiezen. En ook boeken te kiezen die goed bij ze passen. Hier zie je een paar voorbeeldjes van literatuur. Maar links zie je de historische literatuur, waarin de periode eigenlijk verder wordt toegelicht. Rechtsonder zie je het fragment Wees onzichtbaar. En dat is dan wat we noemen een echo-fragment. En die moeten leerlingen dan vergelijken met de teksten die ze eerder hebben gelezen. Elke paragraaf eindigt ook met leestips. Daar zie je rechtsbovenin voorbeeldjes van. Los van deze cursussen die ik net heb genoemd, die relatief nieuw zijn, zijn er ook cursussen die je wel zult herkennen. Argumenteren bijvoorbeeld. Argumenteren zal in de 7e editie meer gebaseerd zijn op teksten, in plaats van opdrachten met allemaal losse zinnetjes. In de rechterhand zie je voorbeelden van teksten die je bij argumenteren tegen kunt komen. Dan is er de cursus formuleren.
formuleren was in de zesde editie heel erg gebaseerd op alle fouten, of de meest gemaakte fouten. En wat in de tussentijd is gebleken, is dat leerlingen heel veel van die fouten helemaal niet maken. Dus de onderzoek wat daarna is gedaan, hebben we ook serieus genomen. Dus de focus is nu alleen maar op die fouten die leerlingen ook echt maken. En de focus is nu ook vooral op formuleren als stijlmiddel. Dus daarmee bedoelen we dat je bewust wordt van je eigen schrijfstijl en daar ook een beetje mee kunt spelen. En formuleren bevat dan ook wat korte schrijfopdrachtjes en leuke opdrachten die je met je leerlingen kunt doen. In een boek vind je dan achterin handig, dat had ik eigenlijk al genoemd. Dat is eigenlijk een naslag met belangrijkste theorie. Denk dan aan de begrippenlijst voor literatuur. De regels over bronvermelding, een overzicht met alle verschillende stijlfiguren en zo nog meer. Dan zijn er daarnaast losse cursussen die online staan. Spelling staat online. Die is, zal straks vrijwel gelijk zijn in die van de zesde editie. En er is meer oefenmateriaal bijgemaakt. En een instaptoets. Met studieadvies. Spelling in de bovenbouw is grotendeels herhaling, of eigenlijk volledige herhaling van wat ze in de onderbouw al geleerd hebben. Als je twijfelt of je spelling zou behandelen met je leerlingen, kun je ze de instaptoets laten maken. Nou, leerlingen die daar goed op scoren, die zou je een vrijstelling kunnen geven voor de cursus spelling. En leerlingen die niet zo goed scoren, die kun je alsnog de cursus laten maken. Er is één cursus voor HAVO en één cursus voor VWO. Dus er is geen onderscheid tussen 4 HAVO en 5 HAVO hierin. Dat is wel even belangrijk om te weten. Woordenschat. Nou, woordenschat zit dus eigenlijk een beetje in meer dan lezen. Als je denkt, mijn leerlingen hebben toch echt wel een zwakke woordenschat, dan kun je alsnog die cursus doen. Die cursus is thematisch. En de thema's zijn gekozen op basis van de thema's die we vaak terugzien bij het eindexamen. Dan hebben we de cursus oefenen met schrijven, spreken en documenteren. Ook die is eigenlijk bedoeld voor leerlingen die eigenlijk nog net even wat meer nodig. Of soms is het wel een hele klas waarvan je denkt, die zijn toch nog niet helemaal goed binnengekomen in 4 HAVO of in 4 VWO. Nou, met die leerlingen kun je de oefenen met cursus doen. En daarin is eigenlijk heel veel herhaling van die belangrijkste, wat we hier noemen bouwstenen, vaardigheden, om vervolgens goede schrijf- en spreekopdrachten te kunnen doen. En je ziet aan de rechterhand de inhoudsopgave van die cursus. Je ziet dat er laatste paragraaf, dat zijn de bouwstenen documenteren, dat echt volledig gaat over het opzetten van documentatievragen, het beoordelen van bronnen en de betrouwbaarheid daarvan. Online heb je dus ook de brug voor leerlingen die vanuit de MAVO komen, die graag naar HAVO willen. En die brug bevat eigenlijk alle hiaten tussen de 4 MAVO en 4 HAVO. Dan hebben we online extra materiaal. Online vind je examensprint. Dat is niet hetzelfde als de cursus examen. Examensprint is echt een losse module waarin leerlingen online kunnen trainen voor het eindexamen. Zij maken dan een examen. En aan het eind van het examen komt daar studieadvies uitrollen. Bijvoorbeeld, je bent nog helemaal niet zo goed in de verbanden, bijvoorbeeld. En dan krijg je een extra oefenset die volledig gaat over verbanden. Nou, en zo zijn er verschillende oefensets beschikbaar. Allemaal verschillende onderwerpen. En je kunt ook kijken hoe jij je verhoudt tot de rest van Nederland, bijvoorbeeld. Dan hebben we online best wel veel extra oefenmateriaal. Voor meer dan lezen, argumenteren en formuleren is er gewoon een hele losse extra paragraaf. Waarin eigenlijk alles uit dat leerjaar nog een keertje wordt herhaald. Dus alles wat je in formuleren hebt gedaan, krijg je bij meer oefenen nog een keertje weer te zien.
Er zijn ook paragrafen toegevoegd waarin de onderbouw nog extra herhaald wordt. Voor lezen is dat het geval en bij formuleren ook. Nou, leerlingen die heel erg graag extra willen oefenen voor een toets, die kunnen trainen. En als je gaat trainen, dan krijg je 30, 40 korte vragen waar je als leerlingen snel antwoord op kunt geven. En op die manier bijvoorbeeld iets als spelling heel goed kunt inslijpen. Voor heel veel paragrafen zijn er ook oefentoetsen beschikbaar. Nou, een leerling die een oefentoets niet zo goed maakt, krijgt ook studieadvies. Bijvoorbeeld, ga meer trainen of ga deze paragraaf nog een keer maken of maak de extra opdrachten bij deze paragraaf. Op die manier kan een leerling zichzelf goed voorbereiden voor de toets. En er zijn uitlegvideo's beschikbaar. Niet voor alle paragrafen, maar wel bij heel veel. Met eigenlijk alles wat ik op de vorige sheet, deze sheet zei, kun je eigenlijk ook heel goed differentiëren. Maar er zijn ook elementen aan uw Nederlands waarmee je heel specifiek echt kunt differentiëren en dat ook kunt volgen op een dashboard als je online werkt. En dat zijn adaptieve leerroutes. Nieuw-Nederlands heeft bijvoorbeeld bij spelling 3 verschillende leerroutes. Een A-route voor een leerling die wat zwakker is. Die leerling krijgt een remedierende opdrachten. En zo'n B-route, dat is gewoon voor de gemiddelde leerling. Dat is gewoon een reguliere of een soort genaamd basisroute. En de C-route bevat opdrachten op een hoger niveau. En die zul je vooral tegenkomen bij HAVO. Niveau. Omdat bij VWO-niveau de C-route vaak helemaal niet van toepassing is. Bij elke online opdracht krijg je als leerling feedback of tips op het moment dat je een fout maakt. De feedback krijg je achteraf nadat je hebt nagekeken. En dan kun je de vraag nog een keer maken. Een tip is, bieden we aan bij de open vragen. En die kun je vooraf raadplegen om jou in de goede richting te helpen. En de oefentoetsen zijn natuurlijk ook geschikt voor differentiëren. Nou, dan ben ik bij de toetsen beland. De toetsen kun je op 2 manieren benaderen. Je kunt ze vinden in het docentenpakket. Dan heb je gewoon een Word-bestand dat je kunt downloaden. Daar kun je alle toetsen in vinden. En het is ook mogelijk om digitaal te toetsen. Als je digitaal wilt toetsen, daar bedoelen we mee dat de leerling de toets ook digitaal maakt. De toetsen zijn beschikbaar eigenlijk voor alle cursussen. Meer dan lezen, argumenteren, literatuur, formuleren, spelling, woordenschat. Maar je ziet dat er dossiers daar bijvoorbeeld niet tussen staan. Dossiers, dat is die cursus met die grote eindopdracht die leerlingen kunnen maken. En daar hebben we rubrics voor gemaakt. Dus aan de hand van rubrics zou je een cijfer kunnen geven. Maar nog mooier is als je het kunt gebruiken voor bijvoorbeeld formatief evalueren. Literatuur, maken we klassieke toetsen voor. Maar we hebben daar ook nog generieke opdrachten voor, die je ook heel goed kunt gebruiken voor een leesdossier. Dus dat is niet alleen maar een opdracht maak een samenvatting. Maar dat zijn echt wel opdrachten met net wat meer creativiteit. En voorspelling is er dus een instaptoets, dat had ik al verteld. Wat is nu eigenlijk het verschil dan tussen die 7e editie en de 6e editie? Nou, hier zie je een plaatje van de inhoudsopgave van de 7e editie, dus hoe het straks gaat worden. En je ziet dan daar meer dan lezen van waar is dan die 6e editie gebleven? Nou, dat was alles wat je vindt in de basiscursus, lezen, schrijven en woordenschat, vind je terug bij meer dan lezen. Maar die basiscursus en lezen en schrijven vind je ook weer terug bij de dossiers. En die dossiers die vervangen eigenlijk ook de praktijkopdrachten. En de taalkwesties vervangen ook de praktijkopdrachten. Nou, literatuur. Als je nu met Nieuw-Nederlands literatuur werkt, dan zul je veel wel herkennen. Moderne literatuur, wat bij Nieuw-Nederlands literatuur echt een hele uitgebreide, losse
cursus was, is nu helemaal geïntegreerd door de hele cursus heen. Verder zie je dat er die online cursus oefenen met schrijven, spreken en documenteren. Daar komen heel veel onderdelen uit de basiscursus terug. Maar ook onderdelen die in de onderbouw zitten. En dan heb je handig. En dat is een naslag. En dat is ook nieuw. Nou, wat gaat er nu gebeuren voor schooljaar 23-24? Zoals ik helemaal in het begin zei. Dat die zesde editie is alleen nog maar leverbaar in kleine aantallen. Ter vervanging van je kapotte boeken of verdwenen boeken. En leerlingen in 4 HAVO en 4 VWO krijgen dus standaard de 7e editie. Je kunt in 4 HAVO en 4 VWO dus niet meer met je hele school starten met de zesde editie. Die boeken die zijn beschikbaar in de webshop vanaf juli. Als je gaat werken met deze editie, dan moet je zelf een docentenexemplaar bestellen en zorgen dat je school natuurlijk het docentenpakket bestelt. Docentenpakket kun je nu al bestellen en die wordt dan uitgeleverd in juni. Op dit moment kun je op de website, onze website of in het beoordelingspakket wat je misschien wel binnen hebt gekregen, kun je een proefkatern bekijken. Nou, inmiddels is er een nieuwe versie beschikbaar, namelijk het hele boek. En dat bladenboek willen we ook beschikbaar stellen. En die zul je straks vinden op onze website. Laat ik straks eventjes zien hoe dat eruit ziet, waar je het kunt vinden. En als je wilt, kun je een proefdruk aanvragen. En dat doe je via jouw accountmanager. En met een proefdruk bedoel ik eigenlijk het daadwerkelijke boek. Maar die is dan nog niet helemaal uitgecorrigeerd. Dus daar zitten nog foutjes in die we op dit moment aan het herstellen zijn voordat het naar de drukker gaat. Dus als je een proefdruk bestelt, krijg je het hele boek, maar er zullen her en der wat foutjes in staan. En die is dan ook vooral bedoeld voor jou als docent ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar. En dat is dus hetzelfde boek als dat je op de website straks online kunt doorbladeren. Nou, op die website, waar dan? Als je naar nieuwnederlands.noordhof.nl gaat en je scrolt naar beneden toe, dan kun je kiezen voor de bovenbouw en dan kom je vanzelf bij bekijk het lesmateriaal. En je ziet hier dat de proefkaternen er nog staan, maar je ziet ook dat je ook de inhoudsopgave, de nieuwste inhoudsopgave, ook al kunt zien. Nou, hier worden de proefkaternen straks vervangen door de proefdruk, waar ik het net over had. Als jullie hebben natuurlijk allemaal ingeschreven voor deze webinar. Na afloop van de webinar krijgen jullie ook een mailtje van ons. En dan zul je ook gewoon de belangrijkste informatie nog even terug kunnen lezen. Van waar moet ik ook alweer zijn? Als je een proefdruk wil bestellen bij je accountmanager. Dan kun je, en je weet niet wie je accountmanager is. Dan kun je dat ook vinden op de website. Dan scroll je helemaal door naar beneden. Dat je denkt, hoe ver kan ik nog doorscrollen? Heel ver. En dan vind je een lijst met alle accountmanagers. En daar staat die van jou ongetwijfeld tussen. En dat was mijn verhaal. Heel veel dank voor jullie aandacht. En dan kijk ik naar Nadia of er dingen staan in de chat waar ik nog antwoord op kan geven. We hebben een aantal vragen voorbij zien komen. En een hele belangrijke vraag die ik al twee keer zie terugkomen is, wanneer kan ik op zo vroegst die proefdruk ontvangen? Nou, ja. Digitaal is die dus vanaf volgende week beschikbaar. Ja. En leveren, binnen over 2 weken? Ja, dat denk ik wel. We kunnen hem volgende week live zetten. Dat is ook het moment waarop wij hem hebben. Drukken duurt zo'n 2 tot 3 dagen. En dan wordt hij rechtstreeks vanaf de drukkerij naar het adres gestuurd. Dus ik denk een week later. Oké, Joost, ik hoop dat jouw vraag hiermee beantwoord is. Een andere vraag is, zitten er ook toetsen literatuurgeschiedenis bij het toetsmateriaal literatuur? Ja. Heel kort antwoord. Ja, die zijn er. Dus er zijn straks een losse toets voor de praten over proza, een losse toets voor praten over poëzie. En dan per tijdvak is er een losse toets. Helemaal top. En even kijken. Ik denk dat alle vragen hiermee beantwoord zijn. Er komt nog wel wat binnen. Laten we nu nog even de tijd nemen voor als je nog een vraag hebt die nog niet beantwoord is.
je nu in de chat los kunt gaan. Blijf stil in de chat. Nou, voor jullie allemaal is het ook fijn om te weten dat jullie aan het eind hiervan een mail krijgen. De link, je kunt altijd deze webinar terugkijken. En als je vragen hebt, stel ze aan je accountmanager. Die weet ook precies hoe ze het snelste het antwoord kunnen krijgen. En die kunnen jullie ook heel goed helpen met, als jullie vastlopen met welk boek moet ik nou precies bestellen bijvoorbeeld. Accountmanagers kunnen jullie daar het beste mee helpen. En ik zie van Els nog vraag binnenkomen of de inhoudsopgave van alle delen al te zien zijn. Op dit moment zijn online de inhoudsopgaven van HAVO 4 en VWO 4 in te zien. Dat klopt. En als je het proefkatern bekijkt en je bladert helemaal naar achteren, dan zijn de laatste twee pagina's zijn de voorlopige inhoudsopgaven van de vervolgjaren ook nog te zien. Top. Nou, dan zien we toch nog een vraag over literatuur. Hoe is de verdeling van literatuur? In 4 VWO behandelen wij de middeleeuwen en de renaissance en verlichting. In 5 VWO ook. En daarbij... Fin de cycle. Ja, nu moet je je uitspraak groeten. Even kijken hoor. Dat is een hele concrete vraag. Ja. De middeleeuwen zeker weten en de renaissance en verlichting volgens mij ook. De inhoudsopgave had ik hier net in beeld. Middeleeuwen en de renaissance zitten in 4 VWO. En de verlichting zit er dus niet tussen? De verlichting komt in 5 VWO. Ja. Oké, Joost, ik hoop dat je vraag hier weer beantwoord is. Goed. Top. Nou, dan wil ik jullie hartelijk bedanken. En inderdaad, benader je accountmanager. Als je nog vragen hebt, dan ga ik het event beëindigen. Veel dank.